Wij zijn weer op het strandje. Ik heb vannacht voor het eerst dat ik een beetje echt in de... We waren al elke dag nog best wel moe. Maar echt in de relaxed vacation mode zit. Dat je gewoon wakker wordt en denkt, oeh, weet je wel. Ik bedoel, als je snapt wat ik bedoel. We hebben elke dag lekker vakantie natuurlijk. Maar wat meer uitgerust. Ha en Chicky gaan even... Ik heb bonusdochters al aan boord. Gaan eventjes over tennissen in het water. En ik ga even een yoghurtje eten. Ik heb lekker een scrambled egg van Ha gekregen vanochtend. En nu ga ik een yoghurtje eten. En we gaan eigenlijk heel vaak naar het strand. Dus ik heb niet heel veel om per se te filmen. Maar volgens mij heb ik al heel veel leuke vlogbeelden gemaakt. Vandaag is dit onze coolbox. Zie ik filmen doen. En ik ga dit yoghurtje nemen. Met... Waar is het? Een beetje nootjes en crusli. En flavor drops. Anders lust ik het niet. En ik heb ook dit. Moet ik drie mooie of drie bijzondere dingen zoeken? Ik heb al iets mezelf. Het is dus, hoe laat is het? Nog geen 4 uur, maar we waren lekker op tijd op het strand vandaag. En echt precies naast het strand, want daar zwommen we net, zit dus Restaurante Alago of zo. Een soort van pizza boot vibe over het water. En we gaan hier even, we gaan gewoon thuis avond eten, maar we gaan nu lekker hier een ijskoek zetten. 3 delen en een pizzaatje. Maar kijk even waar we zitten. Heerlijk. Daar gaat de boot vanaf het strandje waar ik altijd zat. Oh my god, hè. Torte annocci, chocolate, pistachio, cookies en sahne. Met chocolate saus. Wow. Die zie ik lekker gewoon een pizza pomodoro margarita. De eerste keer dat de pizza al gesneden is, kijk hoe lekker die eruit ziet. Mensen zien alleen mijn tieten. Dit vind ik heel lekker. Dit is echt precies hoe ik mijn pizza lekker vind. Heerlijk. Vinden jullie dit ook lekkerder dan die vorige die we hadden? Mm-hmm. Gewoon mozzarella? Oh. Ja, er zit best wel veel mozzarella op, maar dat is het dan ook. Er zit niet ook nog een andere kaas op. Heerlijk. Merlot van hier. Sterk, smaakt bijna naar vodka. En ik jij het lekker vind. Eens proeven. Elke dag hetzelfde. Lekker! Maar dit is burrata. Oh, die smaak sla ik zo lekker elke avond. Ik verheug me er gewoon al de hele dag op. Hè? Jongens, dit heb ik nog nooit gezien. Maar de burrata uit Italië is dus... Kijk. Nam, nam. Het is gewoon smeerbaar. Het is een soort... Zie je dit? Alleen maar room. Ziek lekker, maar... In Nederland is het mozzarella met room en loopt het uit. Maar dit is gewoon helemaal... Kan iemand dit uitleggen aan mij waarom dit zo is? Het is wel echt heel lekker. Ik ben trouwens aan het winnen. Ben ik? Ja. Nou, het stond zo druk, niet normaal. Lucky Duck. Hoi, kom je met ons mee? Het gaat weer regenen. Elke dag dezelfde beelden volgens mij in de vlog. Iets anders dit. Lekker pretzelbrood. 2 kaarsjes. Dus ja, het is elke keer hetzelfde. Dit is een andere burrata, ik ben benieuwd. Maar zo lekker, niet normaal. Onderop zit geen kaas. Maar die kaas zit ook steeds op de salade. Huh, waar is je nou? Oh, hier. Rainbow. Hola chicken en chicken wings. Wij hebben de hele dag, de hele dag. Het is al 1 uur. En we wilden weer naar de watervallen. We hoopten dat het echt dat bij Pontei, hoe heet het nou hier? Vorige keer konden we toch geen plek vinden. We moesten een paar minuutjes verder rijden. Misschien, ik weet niet eens of de grote Ponte dei Salti. Ik weet niet eens of het leuker is op dat drukke stuk hoor. Maar het was wel leuk om een keer naar de echte spot te gaan. En net, hij liet even 1 auto er langs. En precies op dat moment ging er een auto weg en hebben we een plekje. Zo leuk, maar we hebben vanochtend vast een beetje koffers ingepakt. Dingen. En ik heb een badpak aan, want alles in was. Maar het badpak is eigenlijk net een maatje te groot. Zij zakt de hele tijd af, dat is jammer, maar goed. Wasjes draaien, zijn we mee bezig en zo. Schoonmaken, Ha is echt super goed bezig met schoonmaken. Ik ga
gaan we nu nog even na 2 uurtjes naar de watervallen of zo. Zonnetjes net even achterwolken. Nog even naar de winkel. En dan ja, vanavond weer een beetje opruimen. En gewoon nog lekker chillen. Oké. Ponte dei Salti is volgens mij de brug. Ja. En dat is de brug waar je ook uitkomt. Volgens mij als je gaat wandelen vanaf ons huis. Ons huis is dus ergens daar. Dit is dus 40 minuutjes rijden. Maar het is... Oh, ik denk dat de stroming hier sowieso wat rustiger is op veel plekken. Dat je wat meer kan zwemmen. Als ik het zo zie. En misschien is het hier wel iets warmer. Omdat het wat meer tussen stenen ligt, hè? Het water. Zou kunnen. Maar dan moet je dus gewoon naar beneden lopen daar. En een soort van steen zoeken waar je op wil liggen of zo. Stel je bent dit en zit in mijn vlog. Oh, hij gaat niet springen. Hoe bijzonder het hier is. Bizar. Het is hier veel minder stroming dan waar wij zwommen. Het is echt zwemmen. Ik ben benieuwd hoe koud het is. Nou, hij gaat niet springen. Oh, mijn haar. Geen zin om het te zeggen eigenlijk. Het is te spannend. Zien jullie het? Net een beetje. Tussen die twee stenen zit een hele harde stroming. En daar ben ik dus in terecht gekomen. Vergelijkbaar met wat je daar ziet, maar daar is het groter. Zeg maar dat stukje waar twee waters tegen elkaar aanketsen als een soort van tornado, daar kwam ik dus in. Het is al een half uur geleden, maar ik ben nog helemaal in shock. En mijn zonnebril is er ook afgevallen. Ik dacht ik ga eventjes kijken naar de stroom. Chickie bleef gewoon achter. Ik dacht ik ga even kijken. En voor ik het wist werd ik meegesleurd en echt tegen een steen geketst. Maar dat zag ik aankomen, dus ik ving mezelf op met mijn benen. En vanaf daar komen van heel veel plekken stromingen op één plek. En ik bleef erin zitten, dus ik ging echt boven water als een vis om water happen. Maar elke keer als ik dat deed, kwam ook weer water in mijn keel. En ik dacht echt serieus, ik ga dood. En zij waren aan het kijken en dachten, wat moeten we doen? En ik zag de paniek in hun ogen. En toen deed ik iets waardoor ik onder water volgens mij net uit de stroom kwam. Ik ging heel hard trappelen en zwemmen met mijn benen en armen. En toen ben ik eruit gekomen, maar het was echt doodeng. Ik dacht echt, na een tijdje van nu ga ik dood. Nu verzuip ik. Ik kwam er gewoon niet uit. Ik bleef gewoon terug in een drijfwolk zitten. Nu gaan we even naar het rustigere stukje weer. Het is hier heel druk. En ik ben echt helemaal... De shock zit helemaal in mijn lijf. Dat is echt vergelijkbaar met waar ik in zat, zeg maar. Zie je? Je stroomt zo van boven naar beneden, dat gebeurt bij mij. En dan daar blijf je helemaal vast zitten en kom je er gewoon bijna niet uit. Het is echt een klein traumaatje als ik er nu naar kijk. Het is de eerste keer dat ik de camera op durf neerzetten. Vaarwel vakantie, vaarwel water. Het was de allerlaatste keer, maar het was echt de allerlekkerste ever. Ik was zo blij met mijn bril dat ik hem weer opnieuw wil kopen. Maar is dit hem? Ik weet niet of dit hem is. Er zit hier nog één van. Ik denk dat dit hem was. We zijn weer tijd, we moesten dit, zie ik grappig. We moeten nu ons laatste wasje erin, dus we moesten allemaal in ons naakje staan om ons kleren in de was te doen. En we hebben een schoon onderlaken van de was om ons heen gebonden. Dat zie ik grappig. Nu ga ik de was zetten. Dit wordt wasje nummer 2. Ja, we hadden echt geen zin om vandaag nog te wachten op dit wasje voordat we weg konden. En dan zit er nu nog een was in. Dus hopen dat het allemaal droogt, maar het is nog wel lekker warm. We moeten echt heel veel wassen. Wel lekker, want als we dan thuis komen hebben we geen was meer. Oké, ik ga het niet strijken, dus ik moet het echt goed. Ik ben zo blij met al mijn bikinis. Al mijn bikinis, die nieuwe, zijn van de H&M. En allemaal uit Zwitserland. Ik heb er net weer een gekocht.
Die groene, maar dan in het blauw. Die felgroene. Alleen de badpakken zijn om één maatje te groot, helaas. Maar ja, als je heet was, krimpt het wel een beetje. Het ruikt ziek lekker, dit wasmiddel. En dan gaan we straks lekker hier barbecue en eten voor de laatste avond. En dan kan ik de derde was uithangen. Oh, hier moet ik vanavond ook echt onder slapen. Je moet echt drogen. Laatste keer douche, dus lekker weer een maskertje in mijn haar en om gezicht. En dan lekker haar wassen en dan alles vast lekker inpakken. En haar is alvast de barbecue aan het aansteken. Ik heb dus net een Barbie shirt gekocht. Kijk eens wat we vanavond eten. Hadden jullie niet gedacht, hè? Het is tomatensla. Ziek lekker. Dit keer zonder pesto, want ik wil geen nieuw potje openmaken. En met normale mozzarella. Een beetje herbs erop. En hier hebben we weer gewoon random dingen. En mijn laatste vino. Mijn laatste wijntje in dit land. En we gaan weer lekker BBQ'en. Mag je het zo pakken als snackje? Hier vragen ze dus 7 euro van 6 van deze dunne lapjes. Maar het is heel lekker wel. Maar die Italiaanse waren echt heel bijzonder, vond ik. Dat is heel veel zoer. Dit smaakt een beetje alsof je een warm snackje hebt uit een zak. Weet je, met van die bacon shirt, maar dan warm. Eerste keer vis. Zo lekker. Oké, we hebben denk ik allebei 2 uur lang achter elkaar lopen opruimen en schoonmaken. Het is denk ik nog nooit zo schoon geweest hier. 1000 keer opgezocht, hier blijven pluisjes zien. Maar oké. Alles is helemaal netjes, want er komen dus morgen weer nieuwe gasten. Dus het moest echt super, super netjes zijn. En ja, op naar Strasbourg. The house looks good. Kijk deze kleur water. Het is echt bizar. Nou, hij zegt ineens van kijk. Maar ik heb echt dit water nog nooit eerder gezien. Ik snap er niks van. Ik ga voor jullie opzoeken waar dit is. We zijn hier. Bijna bij Luzern. Bizarros con amigos. Ik heb mijn bril dus opnieuw gekocht. Jongens, kennen jullie deze dingen? Die eigenlijk voor baby's zijn. Ze zijn niet echt lekker, maar wel grappig. Maar je kan hier ook mee bouwen, als je er water op doet. Wat zit erin? 99% maïsgries en 1% zout. Leuk. Weet jullie dit nog wat ik zei in mijn vlog, dat ik bij Basel werd gestuurd naar Euro Airport? Dus Ha en ik gingen steeds op de borden kijken dat we Mulhouse moesten volgen, inderdaad. Nou ja, waarschijnlijk. We hebben ervoor gekozen om rechtdoor te gaan, terwijl het ding zei dat we net naar rechts moesten. Nu staan we dus in een file. Maar waarschijnlijk is dit dus goed, de keuze die we dus nu hebben gemaakt. Ja, want kijk, nu zitten we op een snelweg. En zie je dat daar? Daar reed ik. En dan stuurde hij me zo naar links en naar een weg ten langs de snelweg. En dan reed ik dus langs de snelweg en kwam het op een doodlopend pad terwijl ik op deze weg moest komen. Dus hij stuurt zich al verkeerd. Best wel erg. Ja, we gaan over de douane. Ja, en ik reed daar. En hij zegt nog steeds ga naar de route, hij is nog in de war. Het is echt erg. Dus als je hier ooit bent, luister alsjeblieft naar mijn tip. Ik ben benieuwd of we gaan zien waar ik reed. Maar ik reed dus een soort van daar op die weg. Strasbourg, Strasbourg, Strasbourg. Nou, achter deze bomen reed mijn auto. Dus die dacht dat ik goed ging. En toen ineens... Holy moly. Toen ineens zat er een hek en moest ik helemaal terug. We zijn nu voor het eerst bij een Frans tankstation en hier heb je dus gratis plassen voor het eerst. In Nederland kost geld en Zwitserland ook, maar het is zoveel minder schoon. En je kan ook niet zitten op de bril, er zit geen bril op. Maar Ha heeft dus 4,5 uur gereden. We deden er echt super lang over. Het was eigenlijk maar 4 uur en 40 minuten rijden, maar het is nu nog 1 uur en 5 minuten. Dus nu ga ik even rijden. En we hebben dus 4,5 uur niet geplast. Echt knap. Wel grappig, want meteen alles is anders. Gewoon, kijk, Red Bull en cola natuurlijk niet, maar je ziet meteen dat we in Frankrijk zijn. Allemaal andere chips. Andere koekjes. Echt, ik vind dat zo apart eigenlijk. Hier, allemaal anders, anders, anders. En waarschijnlijk ook hele andere ijsjes. Ja, Häagen-Dazs. Maar we gaan over een uur zijn we in Straatsburg. En daar heb je echt ziek lekkere dingetjes die we echt allemaal willen eten. IJs. Macarons. Eclairs, pretzels. We zijn op onze hotelkamer. Het is weer super chill. Hier kom je binnen. Dan hebben we hier ons bed. Het is best wel luxe. En ik heb er dus maar 106 voor betaald ofzo. Maar ik had een
deal gescoord. Ik zoek altijd best wel lang. Hier is dan nog een bed. Nou, ruimte voor kleding. Uitzicht vind ik op zich ook wel cute. Gewoon helemaal prima. En we konden onze spullen even uitladen. Dan moesten we naar de parkeergarage rijden, 3 minuutjes. En dan nog nou ja, 1,5 minuut lopen of zo van de garage naar weer het hotel. En als het goed is er ook airco. Ja. Wel, we zitten dus net iets buiten het centrum. Want ik wou niet dat we te ver moesten lopen met z'n allen. Maar het is wel leuk. Het ziet er leuk uit. Oei. En de badkamer. Oh, dat andere was reusachtig. Dat was echt extreem groot. Een beetje schimmel wel in de badkamer. En verder ziet het er lekker uit. Jongens, eindelijk voor het eerst deze hele vakantie een beetje een uiteten outfitje en opgemaakt. Dit wilde ik de eerste avond al doen. Kijk hoe leuk. Deze heb ik bij de Mango besteld. En dit zijn dus die sandaaltjes die ik soort van verplicht had gekocht. Deze ketting heb ik hier in Strasbourg gekocht. En voor het eerst sinds meer dan een week weer een keer make-up op. Ik moet zeggen, het bevalt me heel goed om geen make-up te dragen. Ik vind het heerlijk, maar ik vond het nu wel leuk. Ready. We zitten wel gewoon in het centrum. Dan in 5 minuten zijn we weer op Place Kléber. Dus op het plein van het stadshart, zeg maar. En dan 4 minuten verder ben je bij La Petite France. Dus het is ook wel een hele goede plek. En het hotel is super mooi. Alleen onze kamer is net een beetje aan renovatie toe of zo. Maar verder is het echt helemaal top. Ik heb gereserveerd, maar er zit niemand. Vorige keer was het bomvol, weet je nog. Maar ja, het is donderdag. Ze waren nog niet open. Dus dat was waarschijnlijk niet goed begrepen bij de reservering. Nog een half uurtje, dus ik ga nu even hun echt La Petite France laten zien, hopelijk. Maar ik kan alles niet meer vinden. Vorige keer was ik hier ook. We moeten hier weer even naartoe om een eclair te halen. Vorige keer had ik het pas na 5 uur of zo opgegeten. Vorige keer had ik zo'n doosje erbij. Dat was echt heel mooi. Maar we gaan hem meteen opeten, dus dat is een beetje verspilling. Dus we gaan met z'n drieën nu proeven. Oké. Het is echt ziek lekker. Je gaat het zo lekker vinden. Hij is wel nog een beetje koud. Zijn we weer de plek waar ik op de foto ging met die ene jongen. Oké. Okay. Ik ga even een kiertje. Ik heb een soort van kier royaal, maar dan kier Libanais. Dus het is een kier met rozensiroop. Oh, dit is lekker. Dit is gewoon een wijntje met rozensiroop erin. Ça c'est un peu fort, un peu fort, le heet, piment, yeah. Un peu fort, little bit hot. Yes. Ik weet niet wat dit was, maar dit is baba ganoush, hoe heet het nou, iets met aubergine, wijnbladeren, dit is zo lekker. Ja, de muziek komt! Nee. Wel, dat bedoelde ik met de sfeer. Baba ganoush. Het is echt heel lekker. Dit is pittig. Het is nog steeds heel lekker. En die hummus ook. En dit, heb je dit al geproefd? Lekker hè? Hele frisse citroenachtige salade. Ik wist dat jij dit lekker zou vinden. En dit is pas 1, 2, 3, 4, 5, 6. We krijgen 14 dingen. Ja. 11 dingen. Nog 5. Zure biet. Ze zag mijn camera, ze keek en toen zei ze, bon appétit. Oh, ik geniet zo hiervan. Dit is zo lekker. This one is with cheese. Oeh. Samoussek. With beef. Lekker. This one is with spinach. Wow. Falafel with chickpea. And super lekker. Sesame sauce for falafel. Thank you. Welcome and join. Can I have one red wine? Vin rouge. Vin rouge. Libanais. Libanees of Frans? Libanees. Ik wist het. Ja, dit, het enige wat we dus... Dit was een van mijn lievelingsdingen. Maar het enige wat we niet hebben gekregen is de vis. En die vond ik heel lekker. Maar die is er niet. Dit is niet normaal lekker. Oké, okay, volgens mij had ik deze vorige keer ook met een soort van feta erin. Vind je dat ook lekker? Grappig. Ja. Zure. Ja, ik vind dat geweldig. Lekker. Lekker. Proef je dat het net zo lekker zuur is als deze salade die je zo lekker vindt? Citroen. Ik neem hetzelfde als jij. Ja, deze had ik ook vorige keer. Hier zit gehakt in met pijnmampietjes. Volgens mij vond ik deze iets droger.
minder bijzonder deze. Vind ik. Maar wel lekker. Oké, deze had ik vorige keer niet. Met spinazie. Ik ben gek op spinazie. 10 van 10. Ik ben sowieso altijd wat minder fan van die dit soort dingen. Maar het is heel lekker. Lekker mooi. Niet lekker. Oh, jammer. Wordt naast bewaard. Kikkererwten. Heel veel kruiden. Ik vind hem lekker hoor. We kregen echt een ziek veel koekjes. En ze wisten het nog van de vlog. En het zijn zulke lieve mensen. En het eten was geweldig. Iedereen vond het heerlijk. Jullie moeten hier echt heen. Ik wou daar bloemetjes ijs doen, maar die kan ik niet vinden. Maar kijk hoeveel smaken. Wat is poef? Ja, die ziet er lekker uit, hè? After eet. Oh, lekker. Cacao sorbet, ook lekker. Neem jij een ijsje, hè? Ja. Ik denk ik ook. Lekker. Je kan het naar zeepsop vinden smaken, maar ik vind het heerlijk. Het is violet ijs, een bolletje. En het is dus niet, ik dacht even dat het lavendel zou zijn, maar het is van de bloemetjes violet. Het zijn die eetbare bloemetjes. Weet je het dan? Lavendel abrikoos. Ja. We kunnen gewoon weer van elkaar proeven. We hebben lekker ontbeten en nog lekker wat dingen bij voor in de auto gehaald. Allemaal eten en zo. En nu zijn we lekker op de markt aan het wandelen. Kijk, al deze kaas. Wauw. Bizar. Hartje. Je wordt je echt overspoeld met bakkertjes om de zoveel minuten. Maar hier is een eclair, maar 2,95. Die vind ik dan niet. Ja, laat ze wat even. Bizar. Gewoon op elke hoek heb je bakkers en slagers en kaaswinkels. Echt wel heel leuk hoor. Echt een heel Frans gevoel krijg je hierdoor. Tada! Raar dat we hem niet zagen, toch? Aangezien hij zo groot is. Ziek druk hier. Het laatste wat ik wilde laten zien was de bloemetjes ijsballon. Ik wist niet waar die was, maar hij is hier. We willen dus dit ijsje en je mag zoveel smaken als je wil kiezen en dan is het alsnog een kleintje. Bizar, leuk. Wow, dit is een ijsmacaron. Eindelijk in Veghel. We gaan dus één keer door. Maar we hebben iets gekocht wat we even gaan proeven. We hebben heel veel lekkere dingen gekocht. Ook als snackies voor de mensen daar. Maar we hebben dus een... Ja, waarschijnlijk hoor je er maar niet eens. Er is zoveel herrie. Niet normaal, maar... Een macaron gevuld met pistachevulling en frambozen. Ik bedoel, hoe lekker. En die moeten we echt wel vandaag opeten. Hij is een klein beetje zacht geworden aan de onderkant door de koelbox. Maar verder ziet hij er nog heel lekker uit. We gaan hem opnemen. Bizar lekker. Ja, dit is echt een 10. Het is een pistache macaron. Maar het is verse frambozen. En helemaal gevuld met een soort... Ja, ik weet niet precies wat het is. Een soort slagroomsubstantie, maar het is volgens mij geen slagroom. Heerlijk. Echt niet normaal lekker. Oké, we hadden dus allemaal een pretzel, maar we hebben nog veel meer gekocht bij de bakker. Omdat we nu naar heel haast familie toe gaan en die houden er allemaal van. Dus we hebben eigenlijk een soort van allemaal snackjes als souvenir ideetje meegenomen. Dit in ieder geval bij dit winkeltje, maar ook nog bij andere zaakjes. En ik ga het even gewoon lekker aan jullie zetten. Oh ja, we mochten van het hotel nog 8 van deze chocoladecroissantjes meenemen, omdat ze die anders weg moesten gooien. En verder heb ik dus allemaal lekkere dingen uitgekozen. Dit is een pistache muffin.
Oh ja, dit was vergeten. Ik vroeg van bij een ander bakkertje, wat is echt een specialiteit? Toen zei ze dit. En het klonk als een soort wentelteefjes. Er lagen allemaal hele mooie, maar ik heb een kapje gekregen, zo te zien. Nou, dit is een soort, ze beschreven het in melk gedoopt. Ik heb gewoon, volgens mij weet zij niet eens wat ik allemaal heb uitgekozen. Dit is iets met bananen en chocola. Boy, yo. Maar je moet ook heel snel een keuze maken, omdat ze altijd echt zo van, ja, wat wil je? Gaat heel snel. Volgens mij is dit een amandelcroissant. Met glazuur. En als laatste, oh nee, nog twee dingen. Is dit echt meer? Dit. Zo'n ziek lang ding met chocola en pudding en zo. Wat is dit? Oh, dit is hartig. Een hele zware, opengesneden pretzel met kaas en ham, maar hij is loodzwaar. Dus ik denk dat hij helemaal gevuld is met kaas. Ze zei ook dat hij in de oven moest. En dat was dan dus van L'Atelier 116. En Poulaillon. Poulaillon. Oh, dit waren macarons, die ga ik later nog laten zien. En dit was van gisteravond. Dus dat was het. Ik ga alleen nog even de pistache met even proberen. Nee, er zit niks in volgens mij. Ziet eruit. Heel zwaar. Nee, deze zou ik niet aanraden. Je voelt echt heel licht. Nou, misschien omdat ik de bovenkant heb, hoor. Nu gaat niemand meer mee zien omdat ik veel zo zijn. Had ik maar iemand om van te houden. Twee zachte armen om me heen. Die mij altijd beschermen zouden. Ik voel me zo. Jongens, we zijn op de camping. De lange broek is er aan. Wij slapen dus in hun huis. Maar er zijn hier allemaal hele gezellige tentjes. Er wordt super lekker eten bereid. En het is heel gezellig. Zoals altijd hier in het huis waar ik en Clint bij slapen daar. Want we konden geen tent meenemen. En we vonden het wel stiekem lekker. Maar Rieke zelf slaapt bijvoorbeeld gewoon daar in een tent. Kijk, dit is hun hele tuin. En Koen en Henny hebben net een tent opgezet. En hier hadden we eigenlijk net nog tijd de zon, lekker het bubbelbad en zo. En de mannen zijn op een barbecue echt slow vlees aan het bereiden. Echt heerlijk. Het is al bijna 9 uur, we gaan lekker zo eten. Heel veel zin in. Wie mag er niet op de vlog, behalve Myla? Ik wou jou heel soepel filmen en ik hak bijna mijn neus eraf. Dacht je het? Ik doe echt zo. Leer nou eens wat van je schoonvader. Rustig. Nou, we hebben weer leuke beelden de eerste 10 minuten. Je bent een beetje verbrand wel, hoor. Ja. Ik ga dan op YouTube. Oh, lekker. Ja, dat is mijn werk zelfs. Neem eens voor de kinderen. Ja, ik ga ze aan de kinderen geven. Nee, de kiddies mogen eerst. Dodelijkheid. Dodelijkheid. Dit schattig geweest dat je mag er gewoon op af en toe, hè? Ja. Cutie. Eén seconde shot. Ja, dat vind jij wel even leuk, hè? Even laten zien in de vlog. En die ook kijken. Egberda. Samen Egbert gemaakt. Helemaal trots is hier Egberda. Wat zit er allemaal op? Kun je dat vertellen? Gaat het nu ook nog hierop? Ja, zeker. Ik moet even grillen. Oh, met boter erop ook. Ja, en is het zuur deze? Ja. Oh, weet je hoe lekker dat met boter is, hè? Dat is heerlijk. Oh. Maar wat zit er allemaal op? Vertel even. Zijn de mensen interessant? Oh, er zit pika vlees op. Hoe lang heeft het hier opgelegen? 3,5 uur. Jeetje. Super lekker. Lekker, man. Er zitten rode uitjes zitten er op. Een beetje Frans zo. Oude Beemster kaas zit erop. Pittgouwe Beemster kaas. Heel erg lekker. Beetje liefde. Rucola. Liefde van Egbert. Zo, jullie waren hier echt heel lang mee bezig. Ja. En ze hebben het helemaal zo geknoopt en zo. Echt wauw. Geweldig. Kijk dan. Jeetje, wat lekker. Zo gezellig hier. Mike, wil je ook? Ja, een heerlijk gegaard broodje met vlees en kaas. Deze? Een broodje, veel stukje op de grond. Ik dacht naar jou kijken, van ziet hij het? Met touwtje. Dat ik het heb laten vallen. Nee, het is maar een heel klein stukje. Wat zit erop? Wat? Jeetje, Mina. Dat is ook natuurlijk de standaard. Dan gaan we proeven, hè? Met Mogen we beginnen? Je moet wel ja zeggen. Ja. Nou,
Wat is het eigenlijk, man? Wat is het eigenlijk? Nog een keer. Dat kan je wel bij een Frans bakkertje verkopen. Daar hebben ze echt dit soort broodjes, hè? Van die hele speciale dingetjes waar we dan vandaag waren. De Duitse touwtjes. Ja. Omdat het vroeger van Duitsland was. Ja, dat is Straatsburg. En nu Frankrijk. Hebben jullie het meegenomen, touwtje? Ja. Nee. Ik vis net naast veel. Nou, vaak wel lekker. Dan ga ik alles... Oh, eigenlijk zou ik het in de oven even moeten doen. Of even op de barbecue. Kan dat? Ik denk het wel. Dat is wel lekker. Ja, want die heeft nog niet heel veel. Klin. Kan ik die chocolade of zal je ze wel op de barbecue leggen? Dan gaat het knap omgaan. Oké, ik leg het even op de BBQ. Hier wordt koffie. Ja. En dit is Rieke. Nee, ik ging het met Rieke doen als ze terugkwam, maar dan denk ik, ja, okay. We kunnen het net zo goed even zelf doen. Ja, natuurlijk. Kan ik jij helpen? Ja, maar is goed. Als jij de koffie weet te vinden. Oh. Hier. Oh. Gevonden. Gevonden. Ga ik dit even op de barbecue gooien en dan is het ongeveer tegelijk klaar. Dat is wel lekker. Vier dikke schepjes. Ik heb laatst wel een beetje geleerd hoe het moet, maar ik ben het vergeten. Ja, je kan toch moeilijk één muffin geven aan iedereen. Kijk, dit ziet er toch echt heerlijk uit. Dit ga ik straks in stukjes allemaal snijden. Oh, lekker. Nou, het komt vandaag uit de bakker, maar het ziet er nu al uit alsof het heel lang ligt. Maar dat is niet zo. Nee, hier wil juist iedereen al koffie, toch? Oh, wil jij wel mensen koffie? Ja, dat vraag ik me af. Oh, ja, Koen wil sowieso. Ja, ik wil ook wel een kopje koffie. Ja. Ik ook wel, hoor. Maar ik weet niet hoe laat iedereen nu ineens naar bed gaat. Ik denk vroeg. Maar we gaan toch nooit zo vroeg naar bed hier? Ja, maar we moeten morgen weer eens opstaan. Het ziet er niet uit. Good morning, het is 10:00. En we gaan dus straks iets doen wat Rieke en ik hebben georganiseerd. En niemand weet wat we gaan doen. En het is duurzaam. Het is niet lopend. Het is waarschijnlijk niet op het water. Ik heb echt nu ineens het gevoel dat we met paarden gaan ofzo. Ik weet niet, ik vind het zo leuk. Dit soort verrassingen. Ik ga de hele tijd raden en zo. Maar oké, nog 2 minuten. Ik ga naar beneden en dan we gaan over een uur ook al ergens eten. Maar we gaan daar dus met een bepaald voertuig naartoe. En ik ben super benieuwd. Vorig jaar gingen ze dus op Solex, hè? Maar toen kon ik er niet bij zijn. Vanwege 35. Maar wat gaan we nu doen? Eerst dacht ik een tandem, toen dacht ik een broeiboot. Wat zou het zijn? Kunnen we al wat zien? Nee. We hadden dus wel een route van 60 kilometer. Toen dachten wij, laten we hem voor de zekerheid zelf... We gaan lekker. Niemand heeft ook maar enig idee wat we gaan doen. Fiets vasthouden. Fiets vasthouden. Niemand weet het. Tegenover iedereen. Oh ja. Ik ben wel leuk waar we zijn. First stop. Het goede leven. Kijk, dat is een lekkere kaart. Bizar. Vitamine prikker. Grappig. Even lekker met je bek in het zonnetje. Ja, heel leuk. Iets drinken? Ja, zeker. Super. Dit koekje zat erbij. Haverkapu. Kun je lekker uit. Ja, zeker. We hebben nog 1:39 gefietst. We gaan kamelen melken, blijkbaar. Nou. Schattig. Kamelen melken, Smit. Mijn naam is Josje. Jullie mogen gewoon Jos zeggen. Dat is vaak wel makkelijk roepen als er iets aan de hand is of er vragen zijn. Nou, normaal doe ik altijd heel netjes de presentatie. Nou doe ik het heel even wat sneller tussendoor. Zoals je ziet hebben we kamelen. Dan de eerste vraag. Kamelen of dromedaris? Dromedaris. Nou, dan ga ik zeggen, je hebt het goed en een beetje fout ook. Het is namelijk een eenbultige kameel. Alleen in de Benelux, Nederland, België en Duitsland noemen ze het een dromedaris. De rest van de wereld noemen ze het gewoon een eenbultige of tweebultige kameel. Vandaar de naam. Kamelenmelkerij, zelfs een dromedaris. Dromedarissen geven meer melk als tweebultige kamelen. Vandaar ook dat we die hebben. Aal, die is al goed in de ruiten geweest. Die hebben slagtanden aan de bovenkant. Dus als die wat zagrijnig zijn en een vervelende dag hebben, dan heb je het probleempje hè, als die bijten. De dames hebben alleen ondertanden, dus die zijn ook net wat meer gewend. En als die zagrijnig zijn,
heb je ook net een minder groot probleem. Zit een man? Alle groepen hebben één mannetje erbij staan. Dan kun je dan best wel duidelijk snuit halen. We hebben een wit mannetje, die heeft dus ook al een witte balletjes heeft ervoor gezorgd. Ik doe voor de zekerheid dit aan voor als ze mijn armen gaan opeten. Dat was dus het geluid van Camille. Ja. Goed. Kom op, pak er één. Vera mag er wel op. Ik ga hem wel willen pakken. Wat doe je hier? Nee, ik wel. Kijk maar. Ze zorgt ervoor dichtbij? Dat ze wat kunnen eten. En dat ze gewoon nul meten. De mannen zijn echt perfect en al dat soort dingen. Niet eng eigenlijk. Groter dan een hond of konijn. Ietsjes. Ja. Dus oh, leuk. Je klimt erachter langs en dan mag je nou kiezen welke je wil. Wow. Je moet eroverheen. Je moet wel zorgen dat je echt voor de bult zit en niet op de nek gaat zitten. Want als je dan gaat zitten, dan glij je naar voren. Als je bij de onderkant kan met je voeten erop houden en dan is jezelf heel goed vasthouden. Want als ze weg wil, dan loopt ze weg. Je kan er niet tegen houden. Dus dan heb je jezelf nog hier vast en ik sta er natuurlijk ook gewoon langs om te helpen. Nou. En dat is. Hoi. Gaan we hier zo. Woe. Zo. En dan zit je. Dan maak ik een foto. Ja, die hadden we zien. Leuk hier. Ja. Kijk, dit is een camera. Hallo. Jij vindt het wel gezellig, hè? Hallo. Wow. Wow. Oh, jij komt super dichtbij. Hi. Nee, bij hey. Aan poepen of zo? Baby's. Heb je zo gehaald? Ik kan laten open. Oh. Ze hebben een fles meer. Die. Oh, deze vooral. Nee, die veel en die grotere inderdaad. Deze twee hebben geen moeder meer, dus die mag je heel veel melk geven. En alle andere kamelen die mogen gewoon uit de moeder drinken. En als ze klaar zijn, dan gaan ze zelf melken, zeg maar. Dus eerst mogen de kalfjes en dan pas, als er over is, gaan ze nog melken. En ze mogen gewoon bij hun moeder 2 keer per dag, zolang ze melk nodig hebben. Ga jij ook nog een keer? Kan ook. Ga je nog een keer? Gelijk. Waar is die ander? Ze zien er heel erg groot uit. Dat is mijn ook wel denk ik. Lekker. Moet je even op zich ophouden. Want hij zat genieten, hè? Ze is dat. Oeh. Oh. Verspilling. En op. Kamelenmelk. Oh, het ruikt heel lekker. Pannenkoek met kamelenmelk. Precies dezelfde mensen langs kwamen. Heel vet, gewoon heel veel olie. En dan hoop je natuurlijk dat iemand anders is, maar dan sta je hier alweer. Nou, ik proef vooral olie, dus ik kan niet zo goed beoordelen. Kamelenpannenkoek zijn. Nou ja, je proeft het niet. Ik proefde dus vooral dat er veel olie op zit. Maar ik proefde niet echt dat het andere melk is ofzo. Nou, merci, meid. Ik heb al pancakes. Het is heel wit, kamelenmelk. Heb jij het geproefd? Ja. Is niet zo gek. Oh. Heel neutraal. Oh, ik vind het helemaal niet raar. Maar ik hou sowieso niet echt van pure melk. Maar ja, prima. Helemaal niet gevloggen, ik ben zo moe, maar we zijn gezellig echt met een hele grote club al 2 uur lang aan het koken. Zo, het is bijna klaar nu. Ik ben alleen nog even de pulled chicken aan het roeren. Ja. Lekker zooitje hier. Wat eten we als we weer thuis zijn? Sushi. Nou jongens, we zijn dus weer thuis. Ik heb vandaag helemaal niks gevloggen, want ik was vooral ziek moe, maar het was heel erg gezellig. En ik heb dus mijn schoenen weer. Kijk. Ik heb ze dus echt heel erg vaag uit een heel raar land nog kunnen sporen. Tadaa. Zo blij, want oh, heb ik deze schoenen gemist. Niet normaal. Nu heb ik er ook een doos bij. De schoenendoos is toch altijd wel handig om te bewaren. En ik had ze dus ook maar meteen in deze kleur. Aangezien ze zo lekker zitten.
Dus ja, ik hoop dat ik hier wat langer mee doe. Ik dacht zelf meteen twee paar soorten bestellen. Dat dacht ik niet. Dat is ook weer een beetje onzin. Maar goed, ik heb mijn shoes back. Halleluja. Oké, ik moet het even laten zien. Check mijn blauwe plek, jongens. Bizar, hè? Oké, jongens, ik ga de vlog hier weer afsluiten. En ik wil nog even zeggen, ja, ik weet voor de liefhebbers van lange vlogs, hij is wat korter. Ik voel me dan meteen schuldig, maar ik dacht echt bij mezelf, ik had vakantie natuurlijk, nog steeds, met mijn gezinnetje. En ik vind dat ik al eigenlijk heel veel heb gevlogd voor op vakantie. En de tweede week waren sommige dingen dubbel. Dus voor mijn gevoel had ik best wel wat gevlogd. Maar toen ik terugkeek dacht ik, ik heb niet heel veel gevlogd. Maar zoveel was er nou ook weer niet te filmen. En alles wat interessant was, heb ik weer voor jullie gefilmd. Dus voor vakantie zijn nog best wel veel beelden, toch? Dus doe even een duimpje omhoog. Laat zeker even een reactie achter, want dat helpt dus echt als je niet meer reageert. Ik merk het meteen aan mijn views en zo. En nou, ik vind het heel leuk om te lezen. Ik heb nog niet echt op alles gereageerd, omdat ik natuurlijk vakantie heb. Maar dat ga ik wel weer doen. En ik wou nog even wat uitleg geven over die waterval. Want we hebben natuurlijk later nog besproken. En het is dus waarschijnlijk... Het is dus zeg maar zo gegaan dat we waren gewoon lekker aan het zwemmen. Ik was namelijk echt helemaal in shock. Het was echt best wel heftig. Ik ben trouwens mijn ogen aan het afhalen. Daarom ziet ze er zo raar uit. Maar we waren lekker aan het zwemmen. En toen zag ik wel dat ergens een soort van... Je had een stroming en dan een steen en dan nog een stroming. En in dit stromingetje dacht ik al, oh, hier kan je gewoon zo wee. En dan ga je gewoon een beetje hard en dan kom je gewoon weer in het water uit. En hier moet je eigenlijk niet echt in. Want dat mondde uit en het werd van allemaal wit. Weet je wel, waar het heel hard stroomde. Dus ik ging even kijken. Maar toen ik aan het kijken was, gelukkig was mijn bonusdochter met mijn vriend gewoon wat verder weg. Ik zei, ik ga eventjes kijken hoe het eruit ziet. En voor ik het door had, werd ik meegezogen. Dus ik vergeet steeds wat ik nou zei tegen haar. Hij zei het nog... Ik word meegezogen of zo. Of iets. Zoiets riep ik. En het enige wat ik dacht is... Ik vind bijvoorbeeld achtbanen en attracties heel erg eng. Dus het enige wat ik dacht was... Oké, ik ga nu heel hard meegezogen worden met een stroming. Dus ik moet ervoor zorgen dat ik gewoon chill blijf en mezelf goed opvang. En het enige wat H blijkbaar dacht is... Oh my god, ze moeten ervoor zorgen. Hij dacht niet oh my god. Maar ze moeten ervoor zorgen dat ze niet tegen een steen klapt of iets. Want dan heb je zo bewusteloos, wat dan ook. Ik dacht alleen maar oké, ik ga hard. Dus... Ik zag een steen waar ik recht op afging. En het enige wat ik dacht, ik heb sterke benen. En die ene seconde, ik moet mezelf opvangen met mijn benen tegen die steen. Dus dat, wat ik me herinner, ging goed. Toen stond zij dus achter me, draaide ik me dus om. Waardoor ik ze zag. En dacht ik, oké, nu ga ik dus meegevoerd worden. Maar dat gebeurde niet. Ik draaide, werd dus omgedraaid door die stroming. En het was een plek waar dus van hier stroom kwam. Van hier, van boven nog. En volgens mij van 5 punten. Waardoor er een soort draaikolk ontstond. Waar ik dus vast in bleef zitten. Wat ik dus niet had verwacht. Het enige wat ik dacht bij watervallen is, je gaat super hard. En je moet zorgen dat je in die stroming meevaart. Oké. Dus wat doe ik als reactie? Ik denk weer sterke benen. We hebben veel gewatertrappeld deze vakantie. Trappen. Dus ik zat echt zo. En zij zeggen, je was echt een vis die... Want... En ik zat in een draaikolk vast. En van alle kanten kwam water in mijn keel, om mijn gezicht. Maar uit automatisme probeer je jezelf te redden. Dus doe je dit. Nou, dat gebeurde een aantal keer. En blijkbaar, waarschijnlijk hoor ik nu van mensen, moet je dus als zoiets gebeurt juist onder water gaan. En uit die stroming proberen te zwemmen. Omdat het dus onder zit blijkbaar de stroming die je meetrekt. En die wil je dan eigenlijk hebben. Want daarna was het gewoon rustig. Dus niet dat het een mega lang waterval was. Dat is een heel klein plekje. Dus daarna zou je dan gewoon in de stroom uitkomen. Maar uit de reactie ging ik dus lucht happen. Uiteindelijk kwam er dus water in mijn keel. En dit stukje herinner ik me dus niet. Ben ik dus waarschijnlijk onder water gezakt. Die blauwe plek die jullie zagen was echt 5 keer groter. En je zag nog die bloed, dat soort dingen ernaast. Dat was, tot daar liep die hele plek eerst. En ik had geen idee. Pas na 2 dagen kwam die blauwe plek tevoorschijn. Rug van onder tot boven en mijn schouders zo ontzettend veel pijn. En toen zei ik, ja, dat stuk wat ik me niet herinner, toen moet ik tegen iets aangeknald zijn of zo. Maar ik ben dus echt even onder water geweest. Maar het ding is, zij konden mij niet meer zien. Dus blijkbaar ging een soort van fitte man die daar vaker komt waarschijnlijk, ging blijkbaar op een steen klimmen om tegen haar en haar te zeggen van uiteindelijk, ze is er, ze is uit aangespoeld. Maar zij moest helemaal via een andere plek voordat ze mij weer konden zien. Dus voor hun was het ook eng. En dan keek ze aan. Ik weet dat ik net wilde roepen van help. Het gaat echt niet goed. Toen dacht ik, ik ga nu echt dood. En toen ben ik dus waarschijnlijk onder water gezakt. Kan ik me eventjes niet meer herinneren. En aangespoeld. En ik weet nog dat het eerste wat ik zag waren 2 kinderen. En ik begon tegen ze te ratelen. En kwam ik achter dat mijn tiet eruit viel. Want het badpak was te groot. Dus zat ik met 1 tiet uit mijn badpak zat te praten. En ik weet dat ik al in een vrij rustige stroming was. Maar ik ging nog een beetje zo. En dat ik echt zo bang was. Ik dacht, ik moet een steen pakken. En ik was helemaal in paniek. En daardoor was ik helemaal in een soort van shock. Dus het was echt een hele erge enge ervaring.
En ze adverteren wel langs de weg met doe bandjes om en zo. Maar ik denk met zwembandjes was het nog gevaarlijker geweest. Dus nou, dat wou ik nog even zeggen. En bedankt voor het kijken naar deze vlog. En ik zie jullie bij de volgende. Vergeet me niet te volgen op Insta, want daar plaats ik best wel vaak heel veel. En ook heel erg aansluitend op mijn vlogs. Dus oké, bye!